33 jaar oud is Tom Dijkstra. Getrouwd en vader van 3 kinderen. Zijn bedrijf staat in Heilaert in Friesland. Samen met zijn broers is hij daar eigenaar van Dijkstra Veetransport. Het transport gaat over 250 dieren. Verdeeld over 7 auto's. Koeien voor Bosniërs, het zijn afdrachtige varzen zijn het. Die zijn varzen die zijn ongeveer 1,5 tot 2 jaar oud. Allemaal Nederlandse koeien die wij daarheen exporteren. Kom maar. Ja, wij doen het dan voor een ander. Hè. We hebben alleen maar transport natuurlijk. Hè. Transport op en overslag. Goed, bedankt. Ja, tot ziens. Succes. Dag hoor. Hoi. Er is nooit een dag gelijk. Echt niet. Dan zit je in deze provincie koeien op te halen, dan weer in een andere provincie. Ja, heel Nederland doorhalen wij de koeien bij de boer vandaan. Dus ik zit vandaag in Friesland. Goed zo. Hoor ze wel stamp achterin, hè? Je hoort ze wel stamp achterin, ja. Nou ja, ze komen ook net van stal af natuurlijk. Moet eerst ook even wennen. Hoe te draaien is. Maar dat wordt steeds beter hoor. Ze wennen er wel aan, hoor. Ah ja, rund. Stom dier. Kom maar. Enkele dagen voor het vertrek van het transport naar Bosnië. Tom en andere chauffeurs halen overal in het land de koeien op en brengen ze naar hun stallen in Heilaert. Het bedrijf heeft zelf 4 auto's en 7 personeelsleden. Kom maar. Einde beursreis. Hier worden de varzen, dat zijn koeien die voor het eerst gaan kalven, voor vertrek gereed gemaakt. Een belangrijke rol daarbij speelt de veearts. Wat voor doel heeft het, die bloedafname? Dit is van het land waar ze heen gaan. Onderzoek op leukose, brucellose, misschien IBR, BTD. Wat zijn dat? Allemaal ziektes? Allemaal ziektes en daar moeten ze vrij van zijn. Dat wordt zeer logisch onderzocht. Het is rotwerk, maar het hoort erbij. Ik kan nou niet meer zeggen, ik ga zo de boer weer op. Dat kun je niet maken. Dus, kijk, dan krijg je ook verspreiding van ziekte natuurlijk. Als je nooit je auto's op tijd schoonmaakt. Maar ja, dus net als nou ook, als je nou erg smerig geworden. Ja, als je een dubbel stel koeien moet ophalen, dan komen er 40 in. En 40 keer al die stront die eruit van loopt. Want het is het eerste wat ze doen is in een auto komen. Het eerste wat ze doen is schijten. Weet je, angst is er altijd wel bij. En dan beginnen gelijk die magen beginnen te lopen natuurlijk. En waar is dit voor nodig? Dit is voor rectaal onderzoek als ze ook drachtig zijn. De dieren moeten drachtig zijn. En dan voel ik of het kalf leeft. Of eerst of hij drachtig is. En dan of het kalf leeft. En hoe lang het drachtig is. 25-7. En waarom bestelt een boer een zwangere koe? Hij wil deze koeien gaan melken. Een koe moet eerst kalven om de melk te produceren. Die is er 4,5. Het bedrijf is begonnen in Heilaert, 45 jaar terug. En mijn vader die zit hier op de boot zitten. Dat is die met die pet op. En daarnaast zit mijn opa, rechts. En dat was in Lollum. En mijn vader die heeft later een schip gekocht in Heilaert. Een bestaand beurtschippersbedrijfje. En nou, dat is 45 jaar terug en die heeft het zo opgericht. En hebben wij zijn daar verder in doorgegaan. Wij zijn Tom, de jongste. Arjen, die vooral op het binnenland rijdt. Lutze, hij doet het onderhoud van de auto's en gaat ook mee naar Bosnië. En Geert, de oudste, de man op de thuisbasis. Gezamenlijk vormen zij de directie van het bedrijf. We zijn nu het hooi aan het haaien. Dat is voor onderweg. Dat is het voer voor de koeien voor onderweg. Ja, je bent toch wel een dag of 3-4 onderweg. En ze moeten onderweg wel weer wat eten. Hier zit dus de drinkbak. En er zit hier een nippel in. En automatisch dan, dat zoeken ze gewoon op. Dus, heel veel koeien zijn het ook gewend om uit een drinkbak te drinken waar het een klepel in hangt of een nippel in hangt. In deze afdeling zitten 5 koeien en die lopen los in deze afdeling in de auto. Dus ze kunnen er allemaal bij komen.
En als ze één keer weten waar het is, dan zoeken ze het gewoon wel op. Hoor. En waar is dat voor? Dat is voor het schoonblijven van de dieren en om mest en urine op te nemen. Daarvoor gooien wij die stroer allemaal. Normaal doen we die deuren normaal dicht, maar om het nou even te filmen, dan kun je zien hoe de bodem omhoog gaat. De koeien gaan naar de tweede etage. Dus zo draai je de boel omhoog. En hoeveel gewicht gaat er nu omhoog? Nou, reken maar 30 keer 500 kilo. Een laatste controle van de dieren gebeurt door de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees. Let op op de poten, geen dikke gewrichten. Op de huid, of er geen schurft zit, geen schimmelinfectie zijn. De koe een gezonde indruk maakt. Je kijkt de koe eigenlijk helemaal even na. Het is dus eigenlijk ook meer een garantie voor het buitenland dat wat ze krijgen, dat dat ook goed is. Dit een uitschuifbaar dak zit erop, zodat de dieren niet met de ruggen tegen de vloer aanstaan. Dus er is altijd voldoende ruimte tussen de opgaande vloer en de ruggen van de koeien. Dat is dan de eerste van de zeven? Het is de eerste auto van de zeven die nou vol is. Tom's een thuisfront. Geert van anderhalf, Lutse van vijf en Wietse van zeven. Niet dat hij veel thuis is. Zijn vrouw Marja staat er het grootste deel van de tijd alleen voor. Je kan nooit wat afspreken. Altijd is hij een dag of twee dagen langer onderweg dan dat in eerste instantie zou. Verjaardagen, bruiloften, ook begrafenissen of trouwerijen. Heel vaak moet je er gewoon alleen naartoe, omdat hij heel veel weg is. En met drie kleine kinderen heb je het best wel druk. Maar mensen zullen zeggen, ja, dat wist je toen je met een chauffeur trouwde. Ja, dat hoorde ik inderdaad heel veel. En toch was het leven toen anders. Hij kwam toch iedere dag thuis. Dan. Minder lange ritten toen. Ja, en het buitenland, dat komt steeds meer op. Daar wordt steeds meer in gedaan, die export. Vooral met vrachtwagens zelf. Voorheen was het heel veel Schiphol rijden, Oostende rijden. Allemaal in vliegtuigen. En trein laden in Frankrijk, net over de grens. Boot laden in Harlingen. En dat is allemaal veel minder geworden. Het is allemaal zelf met de vrachtwagens. Dus ja, dat is het werk op dit moment. Dus dat moet dan wel gebeuren. 'S Morgens zijn alle wagens leeg gewogen. Nu, vol koeien, gaan ze nog een keer de weegbrug op. Het gewicht is van belang voor de ontvangst van Europese subsidies, omdat het export is buiten de EU. Alle veewagens moeten daarom, met lading en al, bij de douane verschijnen. Het is vrijdagmiddag. De papieren moeten sowieso in orde zijn. Maar iedereen hoopt dat hij de dans van de steekproef zal ontspringen, want dat kost tijd. Om te voorkomen dat er voortijdig koeien worden uitgehaald en er dus ten onrechte subsidie wordt opgestreken, wordt de lading met loodjes verzegeld. Alle luikjes moeten worden... Nee. In zoverre de luiken die dus uiteindelijk voor de voedering zijn en voor de beluchting, die blijven natuurlijk voor de beesten natuurlijk geopend. Anders zou dus de chauffeur onderweg geen voeding en dergelijke dingen of kleine controles uit kunnen voeren voor de gesteldheid van de beesten natuurlijk. Maar het grootste gedeelte, dus waar dus uiteindelijk de koeien door in en uit in het vervoermiddel gaan, die worden na belading, worden die dus door ons verzegeld. Dus deze verzegeling is nu alleen verbroken als de wagen open gaat. En dan is dat door ons direct te constateren. Maar ook voor de collega's aan de buitengrens. Die zien alleen dus dat die loden in orde zijn. Dik voor elkaar. Maar zo waterdicht zal het systeem tijdens de komende rit niet blijken te zijn. Hier is mijn vader zijn vrachtwagen. En daar is Roel zijn vrachtwagen. Nou, en daar heb ik een kalender voor vrachtwagens. Nou, hier heb ik een complete vrachtwagens. Vrijdagavond intussen. Tom laat zijn vrouw weten dat de douane zijn wagen wil controleren. Het wordt weer laat. Er zijn ook wel vrouwen die vinden het prima dat een man op buitenland rijdt. Maar ik ben daar toch niet heel geschikt voor. Maar ja, het is kiezen of delen. Ik bedoel, ik ben met hem getrouwd en ik ben wel trots op het bedrijf. Het is wel iets wat steeds meer groeit. En het is een ontzettend mooi bedrijf. En
ja, je kan niet alles hebben, denk ik, in het leven. Maar je vindt het niet erg dat hij zo vaak weg is? Nee, dat vind ik niet zo erg. Dat vind ik, maar misschien mijn moeder meestal wel. Maar ik zelf vind het niet erg, want ik heb toch vriendjes in het dorp. Nee, dat zegt hij, ja. Hij was zo stoer, ja. Maar er is maar één die morgenavond huilend op bed gaat, en dat is hij. Vooral als het hier heel druk is, of er is een van de kindertjes ziek, of er is weer iets, een kerstfeest op school, weet ik veel wat. Dan heb ik zoiets van, waarom ben je er nu niet? Nou moet ik weer alleen. En dan heb ik wel eens gemengde gevoelens van, dat rotwerk ook altijd. En aan de andere kant denk je natuurlijk van, nou ja, ik hoop wel dat hij veilig weer thuis komt. Ik zeg ook wel eens tegen hem, eigenlijk had je gewoon vrijgezel moeten blijven. Dan kun je doen en laten wat je wilt, ja. En er is toch nog liefde? Ja hoor, ja. Gelukkig wel. Ja, anders was het al lang gebeurd. Zonder dat hou je dit niet vol. Zaterdagmiddag. Drie ingehuurde wagens zijn al eerder vertrokken. Wij zullen met z'n vieren rijden. Drie auto's van Dijkstra en één eigen rijder. Op naar boord, meneer. Omdat Tom naast chauffeur ook eigenaar van het bedrijf is, houdt voor hem het werk nooit op. Dan zit je weer op binnenland, dan zit je weer op buitenland. Dan is het weer druk een dag in de stal en dan is er niet zoveel werk om met auto's te verrijden en zo. Dan help je daar weer een dag. Er is altijd wel wat te doen en dat is het mooie ervan. Maar ja, voor de vrouwen is het wat minder, want uiteindelijk kennen we geen tijd. Want dat is van jongs af aan is dat erin gepeept. Net is precies 12 uur eten. Nou, dat kennen wij niet. Dan weer eens om 1 uur en dan weer eens s'avonds pas warm eten. We proberen er wel een beetje rekening mee te houden, als het lukt natuurlijk. Maar heel vaak, onder eten, dan komt nog even die in de stal, of die komt nog even wat vragen, of die moet nog even wat doen. Ja. Dus dan is maar weer een warm hapje uit de magnetron vandaag. Omgeving Keulen. De eerste sneeuw dient zich aan. Het is ook midden januari. Tom wil vandaag Zuid-Duitsland halen en hij houdt niet van treuzelen. Volgens mij zie ik 100 op de teller staan. Ja, dat klopt. We gaan bergafwaarts. Maar heeft de politie daar begrip voor dat je bergafwaarts gaat? Nou, de politie niet, maar ik zelf wel. Want natuurlijk, hoe vaker als ik in die remmen ga hangen, hoe vaker die dieren weer tegen het voorschot aankletsen natuurlijk. Hoeveel koeien hebben we eigenlijk achterin? 37. Wat merk je van de dames tijdens het rijden? Nou ja, als je gewoon een normale vlakke weg hebt, is er weinig tot niets aan de hand. Het is meestal de spoorvorming wat het doet en de aanhangwagen is dubbel belaaid, dus er zitten twee lagen koeien in. Ja. Dus en als je dan sporing in de weg hebt, wil die aanhangwagen wel eens ietsje gaan heen en weer zwieberen. Dus dan gaan de dames ook automatisch gaan de dames mee heen en weer. Maar het lijkt me al met al geen lolletje voor die beesten om in een rijdende auto te staan. Nou, het is namelijk zo vroeger, wat is vroeger? Ik ben ook nog jong, maar voorheen zaten ze er altijd vast in. Dan kennen de koeien geen kant op, want dan staan ze aangebonden. Nou, de laatste jaren hebben ze er allemaal los in. Dus een koe kan gaan staan en liggen waar die wil. Nou ja. Dus ze lopen altijd rond. Maar het blijft natuurlijk krap. Nou ja, wat is krap? Sorry jongens, sorry. Hallo, probleem? Probleem? Ja, we hebben het over de glijden op de linkerbaan. De linkerbaan is spiegelglijd. Ja, oké. Ja, er waren een paar luxe wagens, die waren in de rond getald en bij elkaar opgevlogen. Er zaten een paar op een vangrailing met hand aan het hoofd en met een zakdoek of het een of het andere. Ik zag het bloed, kon je wel zien dat er bloed bij betrokken was. Dus, het ziet er hier en daar wel glad uit ook, hè? Ja, het is echt oppassen geblazen. Ik zal net ook even een voorbij rijden, maar dan zie je toch die linkerweghelft dat er allemaal smurrie sneeuwtroep op ligt. Dus, Dat bakje wordt wel intensief gebruikt, hè, op zo'n rit. Ja, zeker. Hoe belangrijk is dat? Ja, hoe belangrijk is het? Het is natuurlijk
voor onder elkaar, voor alles in kolonnen rijdt, is het natuurlijk hartstikke leuk. Vooral als je er alleen op zit. Ik heb veel met elkaar spreken, je hebt wat verdividatie natuurlijk. Dus anders zit je er alleen wat voor je uit te kijken. Ja, je hebt natuurlijk je muziek wel. Ja, dan kun je toch eens een woordje wisselen en hey, pas op, want hier gebeurt dit. Of hey, pas op, dat is in aankomst. Of... Maar ja, er zijn ook veel slappe verhalen bij natuurlijk. Want... Je hebt ook tijden erbij, dan weet je niet waar je het over moet hebben. En dan ga je zitten al hoeren natuurlijk. Ja. Godverdorie. We hebben alle tijd, dus... Het schijnt toch op plekken gladder te wezen dan we denken. Ja. Zaterdagavond. We zijn gestopt bij Geiselwind voor de eerste overnachting. Het wordt een Fries onder onsje in Beieren. Koud. Zondagochtend. Zondagochtend, ja. Wat gaan we doen? Het voeren van de dieren. Zo. Je kunt er verder niet in, hè, in de wagen. Nou, ik kan er wel in, maar alles. Als het niet nodig is, doe ik het niet. Dus, want dan gaan ze toch allemaal op één bult staan. En dan, uiteindelijk, je maakt alleen de dieren maar overstuur. Raken ze wel sneller gestrest? Nou, gestrest is het niet, maar ja, je bent een mens natuurlijk. Dus je gaat erin en ze gaan helemaal naar achteren toe. Ze gaan helemaal bang op een hoek staan daar natuurlijk. Of bang, maar ze kruipen in elkaar op. Dus en nou blijven ze mooi staan. Gaan we laten nu het water uit de tanks lopen. Omdat het hier begint te vriezen. En dan bevriest het water straks allemaal in de tank en in de leiding. En dan gaan de leidingen allemaal kapot. Dus we laten het nu weglopen. En straks onderweg hebben we een plekje waar we een hele grote brandslang hebben. En waar we dus ruim voldoende water kunnen krijgen. En dan gaan we met bakken in een wagen de dieren drinken geven. Ik laat hem nou zeker anderhalf uur nog staan voor ik ga water tanken, want dan kunnen ze een mooie rustige het hooi even opeten. Als je nou weer gaat rijden, beginnen ze in het hooi om te lopen natuurlijk. Vertrappen ze de hele boel, dat is de bedoeling er ook weer niet van. Na het ontbijt volgt even verderop de routine die alleen dit type transport kent. De lading krijgt water te drinken. Ze hebben nou vanmorgen eerst hebben ze hooi gehad. Dus nou willen ze beter innemen met water natuurlijk. Want eerst het hooi, nou water erachteraan. Dus dan nemen ze goed water op. Maar het moet echt bak voor bak zo, de hele wagen doen. Ja, zo moet de hele wagen doen. Daarom hebben we ook wel 3 uur werk. De bak zit nu straks bijna vol en dan gaan we naar de andere wagen toe. En dan gooien we die bak weer vol. In de tussentijd kunnen zij deze weer leeg drinken. Kom maar. Je praat ook best. Ja. Geruststellen, hè. Ze lopen achteruit, dus nemen ze de bak mee. Broer Lutze heeft zijn koeien gisteravond nog water gegeven met de drinkinstallatie. Om daaraan wat te repareren, heeft hij iets gedaan wat grote problemen kan geven. Dit loodje heb ik eraf gehaald. Want er zit hier binnenin zit de automatische drinkinstallatie. Gisteravond hebben we die aangezet. Dus hebben vannacht de hele nacht hebben ze gedronken. Dus ik ben eigenlijk verplicht om dat eraf af te halen, want anders kunnen de dieren niet drinken. Ja. Dus nou pak ik het loodje straks weer, dat bind ik erom. En ik, wanneer de Oostenrijker hierover valt, dan zal ik het hem uitleggen waarom ik dat gedaan heb. Maar waarom zit daar een loodje op zo'n kist? Nou, op deze kist zit het loodje, want hier zit de hydraulische bediening van de achterklep. Ja. Zodat wij de dieren er niet kunnen uithalen. Er blijven nog een paar steeds bij de waterbak staan.
Nee, ze lopen nou even rond laten lopen, dat ze opnieuw weer bij de waterbak en de andere er ook bij kunnen natuurlijk. Gek. Ach, zeg je me dat het over is. Ik mis je. Abitze was nog maar anderhalf jaar, had ik hem al mee. Zat hij gewoon daar op de stoel, had ik het kinderzitje. Gewoon met de veiligheidsriemen vast. En dan zat hij erin. En dan een buurtritje even een hele middag in de buurt. Flesje mee, schone pamper mee. Toen vond hij het altijd al mooi. Bij hem letterlijk met de paplepel in. Ja. Ja, maar ja, dat is dan je eerste. Ja. Ik zeg ook altijd tegen joh, vrouwen moet je niet aan beginnen. Vooral als je dit vak hebt niet. Ja, ik ben er ook in getrapt. Maar daar heb je geen spijt van? Nee, nee, absoluut niet. Nee. Het is ook weer fijn thuiskomen hoor. Vijf uur 's middags en 40 kilometer voor de grens. Het is vroeg om nu al warm te eten, maar zo kunnen we straks in één ruk door Oostenrijk heen. Hier komen we dus bij de Oostenrijkse grens aanrijden. Die ga je dus automatisch over de Weebrug. Ja, kijk, dat moet ik. Ik zeg het al, hij zit er hier bij de wacht. En het treingewicht is hier 40 ton. Dat is toegestaan? Toegestaan, ja. En als je zwaarder bent, dan moet je betalen. Maar één van ons is zwaarder, hè? Ja, één van ons is een beetje zwaarder. Dus dat is even spannend of dat... Ja, maar er is gelukkig niks aan de hand. Want ze hebben vandaag geen prikacties. Hoe weet je dat? Omdat er niemand in het weeghok zit. Aha. En het is hier allemaal donker, dus we kunnen zo doorrijden. Nou, dat is mazzel dan? Dat is mazzel dan. Dat is mooi meegenomen. En wat moet hier? Tagesausweis. Het is euroviert. Dat is een dagkaart, 80 shilling. Zwaaimaal thuis als wijs. Hier staat het weer, nachtvaarverbod. Dan mag je s'nachts niet rijden, tussen 10 en 5. Als je geen geluidspakket op je wagen hebt, dat is een L, een groene L. Dat is een sticker, die plak je voor op je bumper. Dat je s'nachts mag rijden, dat je de boven de, of onder de zoveel decibel zit. Dus dat de motor niet te veel lawaai maakt. Een korte stop met een speciaal doel. De Oostenrijkse douane aan de grens met Slovenië checkt morgen of de dieren zijn gevoerd. Dat moet blijken uit stempels op een document. Hier is degene die zo'n stempel zet, de ober. Om te stempel om te zeggen dat je je gevoerd hebt, maar je hebt hier niet gevoerd. Ja, nou dus niet, omdat we straks met anderhalf uur gaan voeren. In twee uur gaan we voeren. Ja. Dus met normale wijze doen we dat hier wel. Nee, maar goed, het stempel komt er nu op om aan te geven dat je gevoerd hebt. Ja. En dat heb je niet. Ja, maar dat gaan we straks wel doen. Maar wie controleert dan die lijst? Wat moet je daarmee? Die wordt gecontroleerd op grens. En daar kijken ze naar of jij twee keer gevoerd hebt. En we hebben dus twee keer gevoerd. We hebben dus daadwerkelijk twee keer gevoerd. Alleen de stempels die zul je ergens anders moeten verkrijgen. Want die kun je niet op een plaats krijgen waar je gevoerd hebt. Er zijn geen officiële instanties in Oostenrijk die bij jou komen om die lijst af te stempelen. Die zijn er helemaal niet. Nou geven jullie werkelijk het voer en ja. Het water. Ja. Maar iemand die dat niet doet, die kan hier toch een stempeltje halen? En ja, die mogelijkheid is hier. Je hebt zelf wel problemen gehad met actievoerders, hè, tegen... Ja, in Engeland. Veevervoer, hoe ging dat? Ja, demonstranten die waren daar tegen een actie van lekker dier of het een of het ander. Er werd door een man vanaf de dijk die er maar langs liep, werd hier een hele dikke steen tegen mijn deur gegooid. Die net onder het raam kwam. Dus, maar ik ben ook maar doorgereden, want ja, ze hadden me gelinst. Ja, het gaat niet altijd fijn natuurlijk, hè, met het vervoer van dieren. Nou, het is niet alleen het vervoer van de dieren. Het is ook de manier waarop het gemest wordt, denk ik.
dat de mensen daar tegen zijn. Nou, het zijn meestal vegetariërs die zulke protesten ook doen. Ieder zijn eigen natuurlijk. Hè? En maakt het jou wat uit hoe beesten gemest worden? Ja, op zich niet. Nee, ik heb daar verder geen moeite mee. Oh. Wat is dat? Ik moet een koe gaan bevallen. We staan vlak voor de grens. Een andere chauffeur roept dat hij net een dier heeft horen kreunen. We zullen de loodjes eraf moeten trekken. Dan helemaal. We gaan de koe er nu afhalen en dan gaan we kijken of we het kalver kunnen afhalen. We proberen hem nu naar achteren toe te krijgen en dan pak ik hem eraf. Doe maar. Hé, hey, jongens. Maar laten we hem kalver op terug of? Dan laten we hem kalver op terug. Daar zijn de meeste ruimte dan. Tom bemoeit zich niet met de vroeggeboorte. Wij doen het zelf wel vaker, dus die jongens weten, die zijn allemaal bezig. Daar hoeven we er ook niet allemaal bij te wezen. Dus die jongens weten er allemaal van, hoor. Nee, we doen het wel vaker, ja. Natuurlijk, als een kalf helemaal verkeerd erin ligt, dat het met een keizersnee geboren moet worden, dan kunnen wij er ook niks. Dan moet er een dierenarts aan de pas komen. Het was even een hele consternatie, maar het is perfect verlopen. Hij heeft nu een mooie plaats voorop. En nu gaan we eerst even overlaaien nog en dan gaan we bekijken hoe we het kalf kunnen. Maar de koe is zover nog niet. Het dier ligt nu apart en het is verder een kwestie van tijd. Hoe gaat het verder vannacht met de mutsen? We gaan vannacht twee, drie keer kijken. Om te kijken hoe ver die is. We laten nou gewoon zijn gang gaan zoals normaal een koe kalft. En we gaan er niet aan trekken. Want door het rijden is hij natuurlijk begonnen te kalveren. En nu moeten we gewoon rustig zijn gang laten gaan. En als het echt komt, dan zal ik je roepen. Ja. Proost! 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 Als het misloopt, zal de verzekering de schade dekken. Maar de bevalling kan ook normaal verlopen. Een paar uur na dit middernachtelijke afzakkertje was het plotseling zover. En sorry, we hadden geen tijd om je te roepen. Vannacht om 2:30 ben ik dus weer van bed afgekomen. En ben bij de koe met deze kijken. En het bleek dus dat de koe laat te kalven. We hebben het kalf eraf getrokken, maar helaas, we hebben van alles geprobeerd, maar het kalf was dood. We weten er verder ook helemaal geen plek voor om het hier ergens, je kunt het hier maar niet ergens neerdumpen. Dus, en we moeten ook, natuurlijk ook een verklaring hebben voor de douane dat de koe gekalfd heeft. De douane gelooft dat zomaar niet en wanneer we een dode kalf dus nu bij ons hebben, gelooft de douane wel. Zonde, hè? Ja, jammer. Ja, dat is ook maar zoiets dat kan gebeuren. Even verderop, de Oostenrijkse douane. Het is spannend, maar er is alleen belangstelling voor de loodjes van Tom zijn wagen en die zijn in orde. Ook neemt de douaneman genoegen met Tom zijn verklaring over de drinkinstallatie, ofschoon die nu niet werkt. Hier staat drink aan de wagen, hè? Dat is de drinken, automatische drinken. Ja. Als het dier is, kan je immer drinken. Immer drinken, ja. Lutze probeert het even later ook. Ze hebben wel gevoerd, maar niet op het tijdstip dat in de papieren staat. 21 uur gisteravond. Ja, 21 uur. Gisteravond, 1 stunde. Hebben we gevoerd en drinken. Uh-huh. Niemand laat het merken. Maar er is opluchting als de douane niets in de gaten heeft. De loodjes heeft hij niet gezien. Nee, dat heeft hij niet
gecontroleerd. En het kalf, heb je daar nog over gehad? Nee, we hebben het niet over het kalf gehad. Dat komen ze vanzelf te zien. Wanneer zij erover vallen, dan hebben wij het verhaal klaar. En wanneer ze er niet over vallen, rijden we gewoon door. Wordt het niet gemeld. Morgen. Dat was mijn loopbrief, een loopzettel. Daar komen allemaal stempels op dat ik alle handelingen aan de grens heb gedaan. En dat moet je hier afgeven. En nu zijn we in Slovenië. De Sloveense veearts moest ik maar niet filmen, zeiden de veerijders. Dan zouden ze wel eens problemen kunnen krijgen. Terwijl zij in het kantoor wachten, ontmoet ik op het parkeerterrein uitgerekend de veearts. Deze transport is voor slachtvieh. Einige Kilometer bis Schlachthof. Und für Zuchtvieh ist das nicht geeignet. Das ist zwar ein guter Geschäft, aber human ist es nicht. Das ist nicht richtig. Das muss ich zurückweisen. Das ist schmutzig. Nee? Wie meinen Sie zurückweisen? Nach Österreich alles reinigen. Die Tiere müssen ein bisschen rasten und dann kann das kommen. Die sollten am Montag beladen und dann in zwei Tagen mit zwei Chauffeuren jeder Wagen. Dann geht das schnell. Und jetzt war Samstag und Sonntag inzwischen. Ich mache wegen der Tiere eine Ausnahme, aber ich sollte es nicht tun. Also was machen Sie dann jetzt? Ich bestätige die ganze Sache, die streuen ein bisschen zusätzlich ein und dann fahren die weiter. Ja. Even later. Tom weet nog niet dat ik de veearts heb gesproken. Wat zei de dokter? Is prima. Ja. En daar liet Tom het verder bij. Je groente of op brood, er is leven na de dood. Als je weg wilt uit Tirana, pak eens voor de gein de boot. Er is leven na de dood. Na de dood, na de dood, er is leven na de dood. Regelmaat. Nee, helemaal geen regelmaat. Dat zie je niet zitten? Nee. Denk ik niet. Ik zou het wel eens een keer willen proberen, maar ik denk dat ik toch weer bij de oude terugkom. Maya zou het wel graag zien, denk ik. Ja, misschien wel. Ik denk het ook wel, ja. Ik heb wel eens gedacht om bij de gemeente gaan werken. Met meer vaste tijden. Dus, ja, overal vind je wel wat. Ja, en dit heeft toch iets. Had je het nou in Kroatië? En ik kan het dus. Ik denk van vreet of sneu. Ja, oké. Okay. Ja? Nou, hoi. Oké, okay, jongen. Hoi. Hoeg. Draaituitjes. Ja, draaituitjes. Hoi. 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 Draaituitjes. Draaituitjes, ja. Drie kusjes, zegt hij. Kroatië intussen, snelheidscontrole. De tachograafschijf is onverbiddelijk. 70? Hier 70, autostraat? Ja, ja. Hier toch, smalle wegen. Grote auto. Ook? Oh, ik dacht, kleine 70 en grote. 30 maar. Hoeveel? 30. 20, zo. Hendrik. Ah ja, oké, we gaan weer rijden. Ik ben weer in aantocht. Ah, hier staan de mannen al. Daar was ik weer. Goedemiddag, heer. Nou, de schade was 30 mark. Ja, ik zei ook al van, ook mooi. Bij de net uitpikken van de vier. Maandagavond de grens met Bosnië. Eerder op de dag zijn we zonder problemen ook langs de Kroatische douane gekomen. Dit wordt de laatste horde. Maar de tegenslag komt hier uit een hele andere hoek.
Nou, we staan nu op een Bosnische grens. En het is een noodgrens, dus je moet een smalle weg afrijden. Op Ende moet je draaien. Dan hebben ze de weg mooi schoongemaakt. En waar je moet keren, hebben ze dus niet schoongemaakt. Dus allemaal sneeuw en ijs. Dus je rijdt hier gewoon op een glijbaan. Je moet ook een beetje kunnen rally rijden, geloof ik, hè? Ja. Dinsdag, de ochtend van de laatste dag. Ontbijt in het eerste café op Bosnisch grondgebied. De douane ging vlot. Alle doorvoer- en importformaliteiten waren tevoren ook al geregeld. En naar de dieren is verder alleen op papier gekeken. Ze hebben hier ook andere dingen aan hun hoofd. Ik heb hebben we weer een stukje gereden. Het is echt verschrikkelijk wat hier allemaal is stuk geschoten aan huizen. Met explosies en zo. Gaten in de weg van granaten. En hier zometeen aan. We hebben nu weer een open stuk. Ligt hier aan de linkerkant ligt een wrak van een vliegtuig. Het is neergeschoten in de oorlog. Er zullen wel weinig dieren meer zijn hier na zo'n oorlog. Er zijn natuurlijk heel veel dieren ook opgegeten en verwoest natuurlijk door bomaanslagen. We komen steeds hoger. De conditie van de weg verslechtert. Totdat zelfs Toms en sneeuwkettingen hun greep op het ijs verliezen. Het schema dreigt in duigen te vallen. Als plotseling uit onverwachte hoek hulp komt opdagen. Een panzerwagen van een Canadese eenheid wil ons wel een stukje de heuvel op helpen. Met zoveel paardenkrachten komen we wel vooruit. Maar als ze afkoppelen, zitten we net zo vast als daarvoor. En nu? Doet het niet. Godverdomme. Maak gewoon een ding voor. Maak gewoon in een bulldozer voor, dat is allemaal niks. Even later een nieuwe poging met weer een andere panzerwagen. Mooi transport zo, heb je uitgekomen. Ja, het is een schitterend transport zo. Het is een hele belevenis. Het is weer wat anders dan koeien bij de boer vandaan halen. Tom heeft intussen van broer Geert in Heilaert doorgekregen dat ze op de terugweg in Oostenrijk slachtkoeien kunnen ophalen. Zo'n terugvracht is vaak het beleg op de boterham. We lijken weer mooi op schema te liggen, als we in een dorp tot staan worden gebracht. Ze zeggen dat de weg is afgesloten naar Sarajevo, hier rechtdoor, waar wij langs moeten. Dus we vragen nu even waar we dan langs moeten rijden. Hij zegt dat we vrachtwagens langs mogen, maar we rijden hier altijd langs. Een maand geleden is er een brug kapot gegaan, dus we kunnen er helemaal niet langs. We moeten omdraaien, want er is een brug gebombardeerd. Die lag er al een hele tijd uit en daar hadden ze een noodbrug naast gelegd. En die agent die zei nou dat die noodbrug die is wat verzakt. En dan mag alleen maar luxe wagens en zo mogen er langs en vrachtverkeer moet omrijden. Dus dat betekent dat we nou weer een heel stuk om moeten rijden. Ken je de weg? Ja, toch Sarajevo nou wel. Ja, ik ken dat niet, maar we moeten nou even bekijken van welke kant we Sarajevo in komen. Volgens Lutzen komen we nou gewoon van de andere kant en dan gaan we gewoon de weg waar we normaal vandaan kwamen, gaan we nou heen. Aankomst in Sarajevo. Oh. Nou, ze komen nou. Dus van de auto af en ik ben ze nu even aan het overkijken, maar het ziet er heel goed uit. De dieren hebben niet geleden. Kun je het zo zien aan de buitenkant? Zo ja hoor, dat kan ik zo zien. Als de dieren ziek zijn, dan staan ze met een kromme rug en dan staan deze dieren absoluut niet.
Echt een kleur achter de rug, ja. Ik ben moe. De auto beweegt niet meer vannacht, hoor. Nee, de auto beweegt vannacht niet meer. We kunnen vannacht heerlijk slapen.